Goedemorgen. Iets later als gehoopt en hier gaat ook nog regenen ook. Eens even kijken. Goedemorgen, ben ik hoorbaar? Ja. Ja. Goedemorgen. Perfect. Goedemorgen. Ja, we hadden het er net al over dat jij zo'n slechte voorbereiding had op de dag. Man. Ja. Nou ja, nu was ik nog even rustig aan het afwassen en de tijd ging sneller dan ik eigenlijk had gehoopt. Ah. Ja. Ja. Ja, goed, we fietsen dus. En dan gaat hij er gelijk vandoor, hè? Ja, ik ga nu, ondertussen ben ik nog van alles aan het instellen, dat kan ik allemaal op de fiets doen. Nou. Nee, ik ben, wat dat betreft ben ik wel met recht half Spaans, inderdaad. Mañana, mañana. Nou, ik ben niet zozeer van het uitstellen, maar ik ben wel altijd fashionably late, dat klopt wel. Okay. Een paar minuutjes. Ja. Nou, voor een race Joyce komt uit Limburg, hè? Joyce komt uit Limburg, dus. Ja, dus. Limburgs kwartiertje. Die zijn dat gewend, volgens mij. Die zijn wel het meest zuidelijk, inderdaad, dat klopt wel. Maar is dat zo, ja, het Limburgs kwartiertje? Die kende ik namelijk nog niet. Oh ja, meestal als je met mensen afspreekt, kun je wel een kwartiertje bij optellen. Standaard. Dus iedereen spreekt altijd een kwartier eraf, zodat iedereen op tijd is. Ja, dat geldt gelukkig niet voor iedereen, maar ik spreek altijd rond een uur of puntje af. En dan komt het goed. Dat heb ik ook wel hoor, dat ik zoiets heb zo van, ja weet je, ik spreek ongeveer rond een bepaalde tijd af. Dan weet ik dat ik altijd goed zit. Precies. Maar ik vind wel, zeg maar, op mijn werk en zo ben ik altijd wel op tijd, want dat vind ik gewoon belangrijk. Maar en hier vind ik eigenlijk ook wel belangrijk om in ieder geval klaar te zitten als ik nog dingen op de fiets moet doen. Het zij zo. Maar het is gewoon, het is wel vandaag wel een pittige route met 73 kilometer. Ik had in mijn tijden teruggekeken en je bent er toch wel met een klein groepje denk ik toch wel 2,5 uur mee bezig als je het een beetje sociaal wil houden. Ja, ik weet niet of ik het helemaal ga volbrengen, maar precies. Ach, ik had zoiets van, ik sluit gewoon aan en ik zie wel. Ja, dus, op zich moet het ook gewoon kunnen hoor, deze ritten, dat je gewoon inderdaad, want 73 kilometer is echt wel gewoon lang, is wel echt wel serieus fietsen. Ja. En normaal gesproken, ja. Dan, hoezo close ik heb. En normaal gesproken dan, wat wilde ik eigenlijk zeggen? Nou, dat zal wel niet belangrijk zijn. Nou ja, goed, normaal gesproken die WTRL-ritten zijn natuurlijk gewoon kort. Dus dat is gewoon een uurtje fietsen en dan heb je het ook wel gehad. Ja, nou dan is de intensiteit natuurlijk ook wel even anders. Ja. Ja. Nou ja. Maar vind je het op Zwift de duur zwaarder dan gewoon buiten? Of? Alles heeft zo zijn karakters. Kijk, het zware van binnen is dat het natuurlijk warm is. Je warmte kun je moeilijker kwijt. Je hebt een heel vrij statische fiets. Ondanks dat ik op de kikker versie 5 fiets. Waar een graadje of 5 speling in zit, van dan links naar rechts. Maar ja, het blijft toch een statische aangelegenheid. Dus ja. En buiten. Ik wist al af. Ja. Ja? Sorry. Ja, sorry. Kijk,
Ik wissel af en toe van fiets op de kikker, inderdaad. Dus af en toe mijn tijdritfiets had toch een andere houding dan de gewone. Ja, dat, ja, wat ook. Dat is wel. Wat goed. Ja, we, op zich hebben we wel een lekkere timing met z'n drieën. We willen allemaal op hetzelfde moment. Ja, maar dat is verwennen. Maar nee, wat ik altijd op Zwift ben je natuurlijk veel meer dat je je benen minder stil houdt, zeg maar. Ja. Dus je blijft eigenlijk trappen en dat is toch, vind ik, ja, buiten af en toe benen stil. Bij de bochten sowieso en ja. Nou, noem maar op. En dat heb je natuurlijk op Zwift niet. Nee, nee. De SKC, dus Steven Kruiswijk coëfficiënt is wel vaak nul inderdaad, dat klopt. Ja. Stevie-stijl. Stevie-stijl, ja. Maar dan moet jij ook zoals gisteren 4 uur gaan, toch? Ja. Ja, dan moet je wel een paar uurtjes achter elkaar zitten inderdaad. Nou, ik kan je zeggen, gisteren 4 krachtblokken van 8 minuten gedaan met een lage cadans. Ik voel mijn benen vandaag wel. Ja. Dat valt ook inderdaad tegen. Ja, ik had vrijdag torque intervallen. Poh. En dan op 60 rpm. Ja. Dat ga je voelen, joh. Nou, ik moet wel zeggen. Jongen. Ik moet wel zeggen dat. Ik ben nu aan het voorbereiden op die Virtual Everesting, inderdaad. En, maar ik heb best wel heel veel hoge cadans. Dan denk ik, ja, daar heb ik helemaal niks aan. Want ik ga zo rond de 70, misschien een keertje stukjes 80 zitten en dan heb je het ook wel gehad, zeg maar. Ja. Dus, maar ja, uiteindelijk als ik zie hoe ik de Virtual Basecamp heb gereden, dan denk ik, ja, zo slecht zal het dan ook wel niet voor me zijn, denk ik dan. Nee, het is dan ook misschien een beetje een cadans wat bij je past, hè? Ja, ja. En 90 omwentelingen per minuut is echt wel gewoon, is echt wel significant hoger op mijn klim dan dat ik eigenlijk zou willen. Dus, ja, ja. Ah ja, we gaan het allemaal zien. Als de Virtual Basecamp een voorbode is voor het echte werk, dan teken ik ervoor. Ja. Ja, nog 2 weken toch? 12 november, dus dat is nog 3 weken. Twee weken serieus trainen. En 1 weekje taperen. Maar taperen. In die week zit net de tijdrit bij de Zwift Racing League. Dus goeie timing. En ik ben echt gebrand om die tijdrit gewoon te dragen. Want de afgelopen keer zat ik met liefdesverdriet, had ik bijna niet gegeten. En ja, toen ben ik niet gestart. Dus ik ben nu extra gemotiveerd om gewoon die tijdrit, zeg maar het asfalt uit de straat te rijden. Maar ja, jij won voor de Virtual Basecamp, won jij een wedstrijd? Hoezo heb je dat taperen nodig dan? dat was een paar weken later. Dat was de dinsdag daarna inderdaad. En die dinsdag daar weer na, dat heb ik ook gewonnen. Dat klopt. Ja, ik denk, gezien mijn FTP hoor ik officieel bij de B. Alleen, ja, als je dan zo serieus naar een doel traint, ik doe die wedstrijden omdat het leuk is. Omdat ik mezelf net even op een andere manier wil prikkelen. En als ik dan bij de B, dan ga ik 10 minuten rijden. Rijd ik mezelf 10 minuten leeg en dan kan ik naar huis toe rijden. Dat vind ik gewoon zonde. Maar hoe zit dat dan met die category enforcement ofzo? Enforce category? Ja, dat is weer iets nieuws. Dat eigenlijk willen ze gewoon die Zwift-categorieën die jij op Zwift Power hebt staan, willen ze gewoon doorvoeren naar alles. En dat je er niet meer, want vroeger had je gewoon A'tjes bij de D zitten. En ja, dat is voor die D'tjes ook helemaal niet leuk. En, ja, dan ga je gewoon competitievervalsing doen. Dus ik denk wel dat het wel serieus goed is. Ja, alleen ik heb nog geen enkele raceervaring, dus ik dacht ik ga eens kijken. Dan kom ik niet bij een C. Dan moet ik meedoen met een B. Ja, dan is je FTP officieel te hoog. Ja,
Moet ik naar beneden zetten. Ja, ja, meestal wordt het aangepast met 90 dagen, zeg maar. Oké. Okay. Ja, want ik heb me ook opgegeven voor die ZRL. Ja. Een 7. Maar kun je dan wel meedoen? Ik heb afgelopen seizoen gewoon meegedaan. Ja, oké. Okay. Nou, komend seizoen zijn vooral sprintersetappes. Want welke categorie heb jij bij Zwift Power staan? Heb je daar ook B staan of C? Niks, helemaal niks. Oh nee, je hebt nog geen raceervaring, sorry. Ja. Dus moet je dan gewoon een paar races doen waar die niet aanstaat, zeg maar. Ja, dat zou je kunnen doen inderdaad. Dat er in ieder geval, want als je wil racen moet je minimaal 2 resultaten hebben. En dan wordt het vanzelf wel aangepast. Oké. Okay. Want in het begin van het seizoen had ik ook geen raceresultaten. Maar toen heb ik 2 wedstrijdjes in de C gedaan. En een beetje op mijn wattage gelet. En dan kun je in ieder geval weer met de C meedoen. Ja. Dus, maar ik moet wel zeggen, ondanks dat het officieel boven mijn, onder mijn categorie zou moeten zijn, heb ik ook echt wel heel veel pijn geleden hoor. Dus, omdat mijn, bij Zwift Racing is de 1 en de 5 minuten waarde zijn gewoon heel belangrijk. En, ja, als je die niet traint, omdat je een heel ander doel hebt, tel uit je winst. Ja. Zometeen hebben we ook zometeen een we gaan nu de Epic KOM op. Dan gaan we ook naar de Radio Tower in de eerste keer dat we die opgaan. Dus dan hebben we gelijk onze VO2 Max effort. Niet mijn favoriete klem, maar die Radio Tower. Nee, mij ook niet. En heel eerlijk gezegd, ik weet ook niet wanneer ik hem voor het laatst heb gedaan. Nou, op basis van deze informatie zie ik er nu al tegenop. Maar het fijne is wel, de afdaling duurt wel weer kilometers, dus dat scheelt. Oké. Okay. Ja, daar doe je het voor. Ik weet niet of jullie de 100 km puur challenge al hebben gedaan. Nee. Dat is ook een badge. Als je 100 km en 100 km puur fietst, dan en dan krijg je van iets van 1000 XP ook weer. Dus dat is wel vet. Even kijken. Want officieel zou ik vandaag 3,5 uur moeten fietsen met 2 sets sweet spots met burst. Dus daar moeten we een iets andere training van gaan maken. Na hoeveel uur zou je eerste blok beginnen dan, als je die training zou volgen? Eens even kijken. Meestal na 1,5 uur of zo. Eens even kijken, 80 minuten. Maar ik doe vandaag mijn eigen plan wel trekken en dan reken join wel door hoor.
En ik moet ook wel zeggen dat ik langzamerhand ook wel een klein beetje vermoeid begin te geraken van al die uren fietsen. Want 12 uur gaat niet in je koude kleren zitten. Naast 37,5 uur per week werk. Geen relatie meer, dus je moet je huishouden ook gewoon doen. Nou, deed ze dat sowieso niet, want we woonden apart, maar dan ben ik niet in het weekend daar. Dus dan wordt de zooi groter, als ik het niet bijhoud. Ja, zo simpel is dat. Maar je hebt wel meer focus, of niet? Ja, dat wel, dat wel. Zeker weten. Ja, ik moet ook wel zeggen, met de relatie was ik ook heel veel aan het schipperen met, ja, weet je, hoe ga ik dat opvangen? Ga ik de uren buiten doen of binnen doen? Of, weet je, je bent veel meer aan het puzzelen. En dat heb ik nu niet. Ik kan gewoon, als ik bedenk, ik wil zaterdag 8 uur fietsen, ga ik zaterdag gewoon 8 uur fietsen. Ja. Dus uiteindelijk heeft elk nadeel zijn voordeel. En het geeft ook wel mentale motivatie. Dat je ook wel heel goed op zoek bent naar de noem koud, noem kam instelling. Nu of nooit. Het gaat toch niet zo zijn dat en de relatie verspeeld wordt en dat ik die challenge niet haal. Dat gaat me niet gebeuren. Punt. Dus het geeft ook nog weer een extra mentale boost ook nog eens een keer. Ja. Ah, mooi. Ja, uiteindelijk. En dan ben ik ook wel heel blij dat ik inderdaad gewoon een fietser ben. Want fietsers hebben over het algemeen de fijne eigenschap. Dat als ze vallen, dat ze even naar hun fiets kijken, naar zichzelf kijken. Is alles oké? Hup, en weer door. Ja. Een fietser kan niet wachten zoals een voetballer. En zo is het leven eigenlijk ook. Weet je, het leven wacht niet op je. Je moet gewoon mee. Punt. Dat was trouwens bij de Camino ook altijd zo. Ze zeiden altijd, de Camino is eigenlijk het leven in het klein. Je krijgt levenslessen, je leert ervan. Je ontmoet ontzettend veel mooie mensen. En één verhaal wat me altijd heel erg bij is gebleven. Op een gegeven moment hadden we een wat lichtere etappe. Of ik had goede benen, dat kan ook. En we zaten daar zo. En dan kwam een man van 75 of 80 kwam binnen. En op een gegeven moment raakte ik daarmee aan de klets. En hij zei, of ik zei van, hoe jong bent u? Hij zei, ja, ik ben 75 of 80. Iets in die range. Hij zei, maar ga je echt die 800 kilometer lopen? Zei ik. Hij zei, ja, hoezo? Nou ja, gezien uw leeftijd vind ik dat toch wel een extra prestatie. Ja. Toen zei hij, legendarisch, hij zei, je stelt misschien wel een einddoel, maar dat is op dit moment niet belangrijk. Het enige wat belangrijk is, dat je de rechtervoet voor de linkervoet zet, de linkervoet voor de rechtervoet zet, enzovoorts. Alles wat daar buiten valt, is mooi, maar voor nu niet belangrijk. En als je dat iedere keer doet, dan zul je uiteindelijk bij je einddoel aankomen. Ah, dat vond ik zo'n mooie levensles. Ja, zo is het wel. En eigenlijk, als ik er nu aan terugdenk, aan die binnenkomst in Santiago de Compostela, na 30 of 31 dagen wandelen, denk ik wel van, ja, oké, nu is dit het. En als ik mooie verhalen vertel, als ik terugdenk aan de reis, denk aan de mensen die met me mee hebben gereisd, die ik gaandeweg heb ontdekt, langs de mooie landschappen, langs het lekkere eten, aan dat soort dingen denk ik. En niet zozeer aan de binnenkomst, want dat was eigenlijk niet eens zo heel bijzonder. Nee. En wat ik ook wel heel mooi vond was, op een gegeven moment
liep ik door naar Fisterra. Eerst Murcia en dan Fisterra. Dus dat is naar het einde van de wereld. Althans, volgens die reis dan. Dat dacht men vroeger. En ik heb echt 4 dagen alleen maar regen gehad. Alleen maar regen. En op de 4e dag dat ik in Fisterra zou aankomen. Ik heb ook 4 keer de Nijmeegse Vierdaagse gewandeld. Toen vond ik daar een witte gladiool bij iemand in de tuin. Ik denk, ja, hoe mooi is het? Je bent 4 dagen nog extra aan het wandelen. En je komt op de 4e dag, de laatste dag, kom je nog zo'n gladiool tegen. Ja, dat was echt al... Toen regende het niet alleen maar van buiten. Toen regende het ook uit mijn ogen. Hey, goedemorgen, Altaika. Leuk dat je er weer bij bent. Dus als je nog een mooie reis wil maken, naar Santiago de Compostela wandelen. Dat is echt een tip. Ik heb vorig jaar in de Dolomieten gelopen. Mm-hmm. En ook ongeveer inderdaad zo'n ervaringen van dag op dag, van minuut op minuut. Ja, dat is wel echt mooi. Maar echt alleen in Dolomieten of ben je doorgelopen naar Rome of? Nee, alleen de Dolomieten. Destijds was ik op vakantie met mijn moeder. Oh, wat leuk. Heb ik ergens in een luxe hotel gedropt en ben ik erop uitgegaan. Ja, wat leuk. En dan gewoon, zeg maar wel op iedere dag een andere plek slapen of wel gewoon iedere dag op dezelfde plek terugkomen? Een tocht, hè. Dus de Merano Heuvelweek heb ik toen gelopen. Oké. Maar ja, na 5 dagen komt de dagschotel je de neus uit, zeg maar. Ja, dat kan me wel voorstellen, moet ik heel eerlijk zeggen. Kan ik me wel voorstellen. Ja, het voordeel is wel, ik ben natuurlijk zelf half Spaans, dus dan ga je naar je eigen land. Ik ben wel geboren en getogen hier, maar ik ken natuurlijk de mensen wat beter, ik ken de taal een klein beetje. Dus ik heb ook wel heel vaak van de kaart gegeten, vanaf het pelgrimsmenu. Dus dan ben ik iedere keer gewaarschuwd. Het is wel wat duurder, hè? Je betaalt die wel apart. Dus, maar dan leer je het land wel echt kennen. Maar het klopt wel dat die dagmenu's vaak hetzelfde zijn in ieder restaurant. Nou, dat is ook gewoon ervaring. Ja. Ik vind dat, uiteindelijk ben je heel dankbaar dat je dan 's avonds daar komt en iets moois op het menu. Ja. Dat hoef je dan niet te hopen, maar ja, gewoon normaal eten, dat is al voldoende. Ja, zeker. Zeker. Want waren er ook meer mensen die trail reden? Wandelden, bedoel ik. Ja, het is best een meer populaire route, maar er zitten best technische stukken in. Ja. Je komt af en toe wel wat mensen tegen, maar ja, mensen die me helemaal lopen, zijn toch wel wat sportiever aangelegd. Nou ja. Op zich ben je ook best wel fanatiek fietsen, toch? Ja, klopt. Maar lopen is toch iets anders? Dat ben ik zeker met je eens. Ja. Ja, in de eerste jaren dat ik de Nijmeegse wandelde, heb ik bewust ook gekozen om niet te gaan fietsen. Maar uiteindelijk heb ik dat toch toegevoegd, omdat ik die afwisseling gewoon veel beter trok. Maar het is wel een heel andere discipline, daar ben ik zeker met je eens. Maar hoeveel dagen is die trail officieel? Want je hebt gezegd 5 dagen, maar dat er ook mensen zijn die hem helemaal lopen. Ik had er in totaal iets van 110 kilometer. Uh-huh. Maar ik heb er lusjes her en daar gemaakt om de toppen te kunnen bereiken. Ah. Ja, ik ga niet precies de route lopen. Dat doe ik bijna nooit bij dat soort dingen. Ja, dat past ook wel een beetje bij Biet, hè? Gewoon net buiten de gebaande paden gaan, toch? Precies. Maar Altaika, wat van Ruhr-eilanden, vertel. Wat maakte die ervaring voor jou zo bijzonder?
Trouwens nog even mijn helm wisselen. Ik zit nog steeds met een tijdrithelm van gisteren op mijn hoofd. Ja, lekker erger als je naar beneden gaat straks. Ja, weet je wat het probleem is? Die hoedjes, dat maakt helemaal niks uit. Ja. Nee. Het enige wat uitmaakt zijn de fietsen en de wielen. Oh, ik dacht de helm ook. Nee, zeker niet, zeker niet. Wat ga ik vandaag eens opzetten? Ik heb zin in een casual petje. Ook mooi voor de afdaling, ja. Ja, gisteren had ik de training om een tijdritfiets gedaan. Ik had de snelste tijdritfiets voor level 42 en hoger gekocht. Dus ja, dan moet ik hem ook even proberen. En dan helemaal met ronde 2 in aan, toch? Ja. Ja, straks hebben we 2 tijdritten inderdaad in de Zwift Racing League. Overnacht in een verlaten dorpje is ook vet. Smal kiezelpaadje. Hoi. Beetje de gevaarlijkste wegen van de wereld. Is zo'n programma in Nederland. Dat is ook wel vet trouwens. Zetten ze 2 bekende Nederlanders in de auto. En dan moeten ze zo'n gevaarlijke trail gaan rijden. Geen donkere nachten, dat lijkt me ook bijzonder. Maar het is in ieder geval wel een tip om naar de Faroe-eilanden toe te gaan dus. Het was ook wel een vette ervaring tijdens de Camino. Op een gegeven moment, je hebt zo'n route, dat heet Camino Draconte. Dat was de oude Camino Frances, maar die hebben ze eruit gesloopt, die hebben ze makkelijker gemaakt. En dat zou mijn koningin-etappe worden, met 2100 hoogtemeters, over 30 kilometer of zo. En dus op een gegeven moment, ik was de enige van het groepje waarmee ik liep, ging die route doen. En dus op een gegeven moment kom ik in een of ander verlaten bergdorpje. Gewoon, wat zal het zijn, 4 huisjes, 5 huisjes. En die route was zeiknat, dus ik wilde mijn sokken verwisselen. Dus ik op zo'n muurtje zitten, sokken verwisselen. Dan komen die mensen naar buiten toe. Nou ja, op een gegeven moment raak ik met ze aan de praat. En ik woon nu in Almelo. En die man, een van die mannen die daar naar buiten toe kwam, die had in Enschede gewerkt. Dat is hier 40 kilometer vandaan of zo. Met de fiets misschien 25. Dus dan kom je in een Noord-Spaans dorpje, of dat het niet eens een dorpje genoemd mag worden. Dan kom je gewoon iemand tegen die hier gastarbeider is geweest. Terwijl mijn opa ook hier is gekomen als gastarbeider in Nederland. Dus dat is gewoon zo mooi. Ik moet eigenlijk helemaal niet zoveel praten. Nou ja, jij kan dat wel. Jullie ook wel, toch? Ja, korte zinnetjes. Als je het zachter moet, dan moet je het zeggen hoor. Nee joh, ga lekker door. Als ik een beetje de 3,5 uur kan benaderen, zou het ook prima zijn. Ik hoef niet in 2 uur afgerond te hebben. Jij bent niet zo'n klimmer. Nee, sinds gisteren kon ik mijn gewicht van 74 kilo naar 73 kilo terugzetten. Dus ik word lichter en lichter. Ja, dat is het voordeel dan, hè? Is dat bewust? Nou ja, hoe lichter ik ben, hoe makkelijker die Virtual Everesting wordt natuurlijk. Dus, ja, zeker met 1 kilo, dat scheelt ook al flink, ja. Ja, nou goed, op FTP-basis is dat misschien 0,01 of 0,02 of zo. Het scheelt niet zo heel veel. Maar ja. Maar op zo'n afstand toch wel iets, hoor, denk ik. Ja, tuurlijk, uiteindelijk telt het allemaal op. Zeker weten, zeker weten. Altijd, ik zei niet dat ik niet zo'n klimmer was. Dat was iemand anders. Ik ben de heer Dijkman. Ik ben even die voornaam. Ja, ik was je voornaam even kwijt, sorry. Ja.
Ik ben gewoon echt heel slecht in namen. Henry. Moet ik gewoon aan die cabaretier denken, Henry van Loon. Ja. Ik weet niet of je daar geassocieerd mee wil worden, maar... Nee, dat maakt me niet zoveel uit hoor. Ik kan wel allemaal lachen. Ja, het kan zijn dat je het zo'n vervelende man vond. Nee. Er waren ook mensen die een enorme hekel hadden aan Laurien, of Laurien van Moorsel. Leontien, inderdaad. Ja, daar was ik ook een van. Ja, maar wel respect. Ja, zo is het niet. Zeker. En dat met anorexia, hè? Dat je echt denkt van nou. Moet je nagaan wat je had gedaan als je gewoon die 80 tot 100 gram koolhydraten per uur naar binnen had gewerkt. Ja. Maar wat maakt dat je iets minder op haar hebt? Ondanks dat je respect voor de prestatie hebt natuurlijk. Ja, ik weet niet. Als zij begint te praten, dan gaat het staan. Ja. Dat heb je soms. Ja, zeker. Ik heb een kop, hè. Dus, ja, hè. Ja. Ja, soms heb je dat gewoon met mensen. Dat je inderdaad dat je ze ziet en dat je denkt, nee. Niet mijn ding. Maar Ilo, ja. Belangrijke vraag dan nog voor de Everesting. Welk hoedje ga je opdoen? Ja, ik ga die van die... Ik kan wel even laten zien welke ik... daarvoor heb ik hem ook gereden. Dit hoedje. Deze. Fantastisch, ja. Ja, ik heb dat event bewust gereden om nog even dat hoedje te scoren. Want voor de rest moet u natuurlijk gewoon met de... Voor de rest moet ik natuurlijk gewoon in die beatkit verschijnen. Zeker. Ik moet ook wel echt zeggen dat ik ook wel heel erg fijn vond dat jullie ook nog even kwamen buurten. Dat jij en Erik den Boer ook nog even op kop reden. Ja, zelf wel. Ja, ik moet ook zeggen, dat was ook mijn snelste beklimming. Ah, sorry. Nee, maar die dag was ik echt zo goed. Die leden ook. Ja, ook het 12 november ook fantastisch. Ja, dat hoop ik ook, maar... Mijn joint score die gaat naar 32 toe volgens de planning nu. Dus dat is best wel een serieuze score. En voor de rest, ik denk dat deze challenge ook vooral 40% fysiek is en 60% mentaal. Als je mentaal in orde bent en je blijft gewoon eten en drinken, dan moet iedereen het kunnen halen. En daarna, ga je dan een zwart gat in of ga je 5 dagen met de benen omhoog? De Zwift Racing League gaat sowieso door, dus ik ga gewoon herstellen als een malle. En dan ga ik dinsdag gewoon starten. En daarna ga ik nog steeds gefocust zijn op de Zwift Racing League, maar daarna ga ik mijn rijbewijs halen. Die heb ik ook nog niet. Dus... Dan moet ik dat ook nog van mezelf gaan halen. Dus in een zwart gat ga ik sowieso niet vallen. Mooi. Nou, als ik mijn rijbewijs heb gehaald, dan mag er wel weer een leuke dame op mijn pad komen. En dan kun je vanuit je auto kun je dan maken. Ja, nee, daarom. Hey, pst, meisje. Nee. Zo weet ik misschien beter dan vanaf de fiets.
Ja, dat je gewoon even alle 10 lines even kan showen. Nee. De ledenhose is inderdaad wel tof, inderdaad, wel leuk bedacht. En welke tijd heb jij hem gedaan, de pretzel, Altaika? We gaan bijna naar het zwaarste gedeelte. Ik deed inderdaad ook die korte. Ook omdat het na de Zwift Racing League was. Dus, Henry is je been aan het sparen. Oei. Dat is wel een forse inspanning na 33 minuten over de. Oeh, heb je flink doorgepusht als je last van je knie hebt. Ah, Parijs is lastig als je zelf denkt. Maar Fuego Flats is wel relaxed inderdaad. Zeker als je in een groepje zit, lekker draften. Kun je nog een klein hupje, dan afdalen, goed snelheid maken en dan als een malle terugschakelen en dan beuken. Ik kan wel merken dat ik om 2:15 pas in bed lag. wat heb je gedaan, joh? Wat een bokbieravond. Dus dit was niet alleen laat, zeg maar. Nee. En dat is over goede voorbereiding gesproken. Oh, ik ga te stapelen. Nou goed. Ja, ik ging 1:30 slapen of zo, maar ik was wel gewoon 7:30 wakker. Dus gewoon een normale nacht gehad. Goed geslapen ook. Maar het voordeel is wel dat ik gewoon bijna de hele dag in stoks loop. Gewoon om maar die benen zo snel mogelijk te laten herstellen. Oké. Ik had laatst gewoon mijn normale sok aan, toen dacht ik, oh wat voelt dat raar. Ja, dat heb ik ook. En hoe doe ik niet eens een armresting challenge? Dat zijn wel chill. Ja, wat heb jij nog mooie doelen, Joyce?
MTB. Laat het ze bepalen. Ja, dit is wel het moment om dat zo langzamerhand te gaan doen, inderdaad. Nou, ik heb in ieder geval geen veertje. Ik heb een Aero-helm. Ja, ik ook. Een X2. Oh. Nog erger. Nou, te veel Max-blok is begonnen. Hoe lang duurt dit? Ligt eraan hoe hard je trapt. Ik ben nu op 3.3, maar... Het lijkt een beetje op de laatste kilometer die ik reed tijdens de Swift Racing League die ik gewonnen heb. Qua afstand of? Qua inspanning. Zeker, qua afstand weet ik niet. Nou, ik zit nog 400 meter zie. Ik heb 28 achter, dus ik kan niet verder terug. Hoi. Trainer difficulty naar beneden. Wat zeg je? Trainer difficulty naar beneden. Hij stond op 70 of zo bij mij. Oh, dat is wel hoog. Ja.
boven. Ik wacht heel even. Ik zie dat de verschillen nogal groot zijn. Je kan jezelf even stoppen door de pairing skin te gebruiken. Dan rol je niet door, Joyce. Welke? Pairing skin, dat is op A, maar dat moet jij niet doen als je vol in de klim zit. Maar sta je sneller stil, hè? Oké, dat is goed. Ja, ik ook bijna, maar ik ben er alleen nog niet. Hoi. Dat is een flink rood blok. Ja, ik denk, ik kan wel nu naar beneden toe stiefelen, maar dan wordt het verschil alleen maar groter en groter. Dan kan ik mooi even het raam openzetten. Het is zo gek, ik sta gewoon achter je en hij heeft gewoon 34 seconden. Ja, zo. Klopt. Ik zie dat je er bijna bent. Ja. Het ding lijkt echt aan het schuiven terwijl je gewoon 3 watts per kilogram trapt. Ah, dat is dat gele beamtje weer. Yes, we kunnen weer starten. Hoeveel van deze komen er nog? Deze zit er maar 1 keer in. Ach. We gaan nog wel een keer de kom op, maar dan is het gewoon doorrijden en naar beneden gaan waar we welke kant we op zijn gekomen, zeg maar. Sorry, even laten zetten. Ja, heel goed, heel goed. Die voor mij is alweer 114. Maar ik heb ook even staan op je. Je moet wel zo langs wat gaan trappen, anders kom je dat kleine pukkeltje niet meer op. Mooi, dank je. Yes. Je kan zo weer super tukken. Ah ja, misschien is het ook wel beter voor je lactaat om toch nog even een heel klein beetje te softpeddelen. Ja, dat is wel zo, ja. Dat je even het zuur uit je benen, dat het wat makkelijker gaat. Ja, klopt inderdaad. Er zit nog een klein pukkeltje bij inderdaad. Scherp, Altaika, scherp. Eerst nog een klein stukje vlak.
Ja, hier zitten eigenlijk twee van die vervelende dingetjes in. Dit is zo'n klim van 6 kilometer lang die dan in 3 keer omhoog gaat. Stijl, vlak, klein stukje naar beneden toe. Stijl, klein stukje naar beneden toe. Stijl. Ik moet wel zeggen, door de Zwift Racing League ken ik die parcours wel een stuk beter nu. Het is wel echt, Henry, het is wel echt heel mooi hoe jij hem heel stabiel 3 watts per kilogram ongeveer pakt. Zeg goed. Ja. Misschien kan je... Het is constant, maar... Ook op je limiet, zeg maar. Ja. Ja, dat is ook net zoiets als dit wel. Je wil ook nog wat overhouden. Dus. Uiteindelijk is de zondag langer dan deze rit. Ja. dat je straks op de bank gaat liggen met je vrouw. Ik weet niet of je vrouw een kinder hebt, maar... Ik ga er even gemakshalve vanuit en dat ze zeggen... Ja, hallo, we willen nog gaan wandelen in het bos. Wandelen in het bos? Ja, ik heb zondagochtend de rit gedaan. Ik kan er echt niks mee doen, hoor. Nee, daar verbaasde ik me trouwens altijd wel zo over. Dat ik inderdaad altijd wel energie hield om nog andere dingen daarna te doen. Ja. Ja, maar dat is herstellen ook. Ja. Ja. Dat was herstel dan. Ja. Maar dat was toen ook bij de Challenge Baraki. Toen ben ik gevallen over zo'n boomhek die dan over zo'n gravelpad heen lag. Om dan aan te geven dat er geen auto's in mogen. En het was echt best wel een lange rit met 150 kilometer. Maar daarna heb ik gewoon alle aandacht aan mijn toenmalige vriendin kunnen geven. Dus die was er zelf ook verbaasd over. Die zegt, ja, je hebt 150 kilometer gefietst. En ik ging echt niet eerder naar bed dan anders. En ik deed ook echt geen gekke dingen, zeg maar. Dus... Daarom ben ik ook bij de Virtual Everesting uitgekomen. Blijkelijk ben ik zo'n dure celbatterijtje. Als je eenmaal begint te lopen, dan. Wat maar. Dat ik gewoon door kan gaan. Nou, dat is natuurlijk wel een ervaring. Dat je de Zunica stijl trekt naar Europa. Ja, zeker. Ja, ervaring is natuurlijk wel belangrijk. Ik bedoel, ik ben niet voor niets zit ik al. Sinds 2009 op mijn fiets. En daarvoor nog even wat spinninglessen gedaan. Voordat ik echt buiten ging fietsen en ging zwiften en zo. Dus. Maar ik moet ook zeggen. Wesley is natuurlijk ook officieel echt een C-rijder. En ik ben zo'n beetje zo'n halve B, dus dan was ook wel dat ik natuurlijk ook wel iets over had. Maar ja, aan de andere kant, in februari 150 kilometer rijden, dat is natuurlijk nooit, nooit makkelijk. Nee. Heb je dikke lucht, hè?
Nog één keer. Met die dikke lucht, hè? Ja, klopt. Het was die dag wel mooi volgens mij, als ik me niet vergis. Maar het was niet dat je dacht van nou. Ja, en sinds het college van onze performance manager bij Beat hebben we geleerd dat het 1 tot 2 kilometer per uur kan schelen. Daarom ben ik blij dat ik Zwift. Want daar heb ik geen last van dikke lucht en rijd ik 5 tot 7 kilometer per uur gemiddeld harder. Ja, tegenwind is ook niet aanwezig, hè? Nee. Nee, je hebt draft en... Ik moet wat meer drinken. Nou, op zich, buiten is ook best wel lekker fietsweer, tenminste hier wel. Ja, heel goed. In het zuiden is het toch altijd mooi weer? Klopt, we hebben altijd wel iets beter, of ja, altijd. Dat is gevaarlijk om te zeggen. Ja, altijd, nooit. Het zijn altijd dingen die je beter niet kan gebruiken, want dan zijn er altijd uitzonderingen natuurlijk. Meestal hebben we wel het zonnetje. Als het er is, dan is het wel hier aanwezig. Het is ook al een paar graden warmer. Ja. Ja, moet ik wel zeggen, dat is vaak wel in Zuid-Zuid-Limburg. Ja, ik woon echt in Zuid-Zuid-Limburg. Pak niet op de grens, dus ja. Duidelijk, dat kan niet. Ja, oké. Okay. Ja, nee, fair enough. Nou, ik ben in ieder geval één keer in Maastricht geweest. Dat vind ik ook echt een heel mooie stad. Kan ik niet ontkennen natuurlijk. Ik ben even filmers. Maar, dan moet ik wel zeggen, toen ben ik op de fiets vanuit Utrecht naar Maastricht toe gefietst. En de meeste gingen gewoon in elkaar de oude 166 kilometer of zo. Maar ik heb toen nog een omweggetje genomen, want ik denk, ja... Als ik naar Maastricht fiets en ik heb nog nooit de Kouwberg gefietst, dat kan niet. Dus toen ben ik via de Atsteeg zo naar de Kouwberg gegaan. Toen kon ik daar de weg omhoog niet vinden, want alles was eenrichtingsverkeer daar. Ja. Toen ben ik maar over de markt heen gestept. Toen kreeg ik nog zo'n ruzie met zo'n gast. Die zei van, ja, je kan beter de Vierdaagse wandelen. Toen zei ik, dat heb ik gedaan, dus... Uiteindelijk die Kouwberg op en na 200 kilometer of 190 kilometer is die Kouwberg toch wel een vervelende puist, kan ik je zeggen. Ja, en even mooi is het ook niet. Je hebt niet echt uitzicht of zo. Nou, ik heb geen uitzicht gezien hoor. Maar de Kamerweg is het mooiste. Toch wel, ja? Vind ik wel, met de uitzicht en zo. Ja, ik ga vaak gewoon in België, Oostenrijk, Valdieu, dat soort gebieden. Ik vind het wel mooier en wat rustiger. Ja. Ja, ik moet ook wel zeggen, zeg maar, toen ik van de Atsteeg afkwam, toen... Dat je dan een beetje van die vergezichten kreeg inderdaad. Wat ik zo nog kan herinneren, denk ik, ja, weet je, in Limburg, ondanks dat het eigen land is, heb je toch een beetje het idee dat je elders bent.
in een ander land of zo. Ja, dat heb ik ook altijd. Maar ik gevoel dat je in het buitenland zit. Maar ik moet nog een keer naar Limburg toe om wat gemeentes af te tikken. Dus, Wat moet je nog? Veel. En zou ik op moeten zoeken. Kan ik zo wel even doen trouwens. Maar ik heb ook al een route gemaakt vanuit in Komoot. Waar ik vertrek in Maastricht. In één dag dan de zuidelijke gemeentes doe. En dan in dag twee zeg maar dat ik naar het noordelijke gedeelte toe ga. Dus voor wielenvrienden.nl. Eens even kijken. We krijgen zo de volgende beklimming. Gelukkig is deze klim iets beter te doseren als die radiotouwen. Kom op, Henry, je kan het. En in tegenstelling tot veel races gaan we nu verder omhoog. Lekker bezig hoor, Henry. Rondom doorgaan. Klopt. Sowieso respect dat je als je om 3 uur in bed ligt, zeg maar, of slaapt, dat je dan nu nog, dat je nu nog zo op de fiets zit hoor. Ja. Ja. Ik vond dat ik het toch moest doen. Heel goed, heel goed. 'S Avonds een vent, 's ochtends ook een vent, toch? Dat is goed. Maar nog fijn is het niet. Nee, dat ben ik zeker met je eens.
Nou, ik moet ook wel zeggen dat ik nu het trainen echt serieus word. Zelfs met mensen die dingen van me willen, ik zeg ja, na 12 november. Want rust is misschien nog wel makkelijker en belangrijker dan al die uren dat ik aan het trainen ben. Ja, zo is het wel. De Tour win je in bed. Zeker als je er zo dichtbij bent, hè? Ja, tuurlijk. Ja, je bent wel heel egoïstisch, hè? Ja, ik heb er verdomme 3/4 jaar voor getraind. Ik heb er alles voor gelaten. Misschien heeft het wel indirect meegespeeld dat ik nu geen relatie meer heb. Weet ik veel. Dan ga je het er niet opgeven 3 weken voordat je me hebt. Zeker niet. Dan zijn het vaak wel mensen die niet zo'n sporthart hebben zoals wij dat hebben natuurlijk. Dus... Ja, die begrijpen dat ook niet, hè? Nee. Nee, en dat kan ik ze ook niet kwalijk nemen. De B-train. Ik ga hem nu maar inzetten. Misschien krijg ik dan nog een zinvolle power-up. Een stiertje. Nee, ik krijg een autootje, een van. Ja, in een clubje van 3 is dat, ja, weet je, je kan het gebruiken, maar... Beter dan de Xperia. Ja, nou ja, dat is weer beter voor het levelen natuurlijk. En als je levelt, dan kun je weer betere fietsen kopen. En wielen. Maar met level 47 zit er niet zo heel veel goeds meer bij. Wat je dan per se moet hebben. Helaas. Ik doe het als kan wel even. De gemeente die ik nog moet is IJsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Vaals, Heerlen, Voerendaal, Landgraaf, Kerkrade ook nog. Dat is heel Zuid-Limburg toch bijna? Ja, Brunsum en Meersen moet ik ook nog. Dus dat is inderdaad wel de kop, zeg maar. De meeste hoeft er mee vast niet mee te dragen. Ja, klopt. Klopt. Maar dat doe ik altijd een weekendje weg, zeg maar. En dan ga ik bij vrienden op de fiets, slaap ik dan altijd. Dan ga ik 1 dag fietsen en dan slapen. En dan de volgende dag fiets ik weer 100 kilometer of zo. Dus dat is wel leuk.
Maar ja, als ik na zo'n Virtual Everest thing zeg dat ik een hekel heb aan klimmen, dan gaat er iets niet goed. Je zou nog de real Everest kunnen doen op de kamer heeft dan ofzo. Ja. Ja. Zou kunnen. Maar ik ben er een beetje huiverig voor, omdat je dan ook moet afdalen en dan heb je ook echt wel een supportteam nodig. En ja, ik ja, weet niet. Ik weet niet. En zo. Ja, nee, maar ik weet natuurlijk niet als je 14 uur op een fiets zit hoe fris je dan nog bent en of het afdalen dan nog wel lekker gaat. Dat je is natuurlijk ook best wel druk. Dus ik zie de kans groter als ik zeg maar de Virtual Everesting heb gehaald dat ik doorfiets tot de 10.000 hoogtemeters. Dat zie ik sneller gebeuren. Wow, oké. Okay. Maar ja, heel eerlijk gezegd, toen ik van Utrecht naar Maastricht toe fietste, die 200 kilometer, zei ik ook, ik ga nooit meer dan 200 kilometer fietsen. En dat heb ik daarna ook nog wel 10 keren gedaan, dus wat dat betreft. Henry, moeten we wat rustiger gaan fietsen? Ik zat even niet op te letten. Oh, oké. Okay. Nee, dan is het goed. Wat deze? Want ik keek nu op mijn scherm en dat was er een grapje. Oh, ik ben er weer. Ja, klopt inderdaad. Ja, omdat ik nu toch zo lekker aan het multitasken ben met gemeentes bekijken, dit in de gaten houden, dat in de gaten houden. Ja, ik was met mijn ventilator bezig. Heel belangrijk, heel belangrijk. Ah, ik heb hem even wat zachter gezet dan. Oh. Houd op het bosje. Je moet ook gewoon je shirt dicht doen, Pik. Ja. Ik zit in de schuur met de deur open. Op een gegeven moment dan ben je helemaal doorheen. Ja. En je laat die waaier er tegenaan. Dat wordt dan een beetje verkotsen. Ja. Ben ik wel met je eens hoor. Als eenmaal je shirt helemaal doorweekt is, dan kan het snel gaan met afkoelen. Zeker als de rit normaal gesproken in een wat lagere intensiteit is. Nou kan ik niet voor jou spreken natuurlijk. Misschien zie je alleen maar groen op je scherm, maar... Ik kijk al even achterom. Nee, het valt nog wel mee hoor. Mooi. Ja, en als het hard gaat moet je het zeggen hoor, dan gaan we gewoon wat zachter. Ik bedoel... Ja. Joyce is vol B, ik ben ook half B, dus Ik ben denk ik net C. Ja, nee, en dat is ook prima. Ik bedoel, maar het is wel echt een social ride, dus Want deze rit had wat drukker kunnen zijn als er vandaag niet een aantal profrenners aan het rijden was. Ja. Ja. Ja, dat zei je ook. Ja. Ik moet wel zeggen, ze pakken niet de meest spannende wegen. Ik ga volgende week, zaterdag, de Victory Ride doen. Oh ja. Vanuit Apeldoorn. Ja. En dan nog 20 kilometer. Zit de Holtenberg ook weer in. Oh ja, dat is vlak bij mij. Ja. Wel heel mooi daar hoor. Ja, ik ken het wel. Ik woon zelf in Zwolle dus. Ah, kijk. En ik werk in Almelo. Kijk, een blauwe vinger. Ja. Ja, ik ben geboren en getogen Demtenaar, dus dat zou eigenlijk haat en vuur moeten zijn. Al is het zo dat ik dat voetbal mij niet boeit.
Ja, mij nog wel, zeg maar. Ik ben in ieder geval zo blij dat we niet de Titans Grove op moeten. Ja. Oi, 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 oi. Die hebben we in de Situation League vaak gedaan, zeg. Ja, 900 meter aan 4,4%. Ik kan het zo dromen. Oh, zat die vorige week in de ook in de... Jazeker. Oh ja, dat heb ik al met die voorbereiding. Ja. Ja, dat was een lastige, ja. Nee, ik ben echt wel blij dat ze voor de volgende Swift Racing League dat ze toch wel een iets meer gevarieerdere route dingen hebben gepakt. Dat ze wel over verschillende werelden wat meer gaan. Dat je een keer Londen hebt, een keer Mercury Islands en een paar keer Watopia. Er was wel een commentaar op de eerste ronde dat het niet echt voor sprint was, goed was. Ja, het is wel iets meer een sprintersronde. Ik kan wel even erbij pakken. Even naar de Zwift Insider. Volgens mij gaan we nu weer zo langzamerhand richting Epic KOM. 6 kilometertjes lang. Bladibladibladibla. De eerste is Roule-Ma-Poule in Frankrijk. Over het algemeen is dat redelijk vlak, maar er zit nog zo'n die petit com zit daar nog bij. Dus dat kan nog wel gevoelig worden. En ook gelijk vanuit de start. Dus als je daar niet opgewarmd bent, dan lig je er gelijk af. Maar wel. Slechts 263 hoogtemeters, dus dat is best wel vlak. Dan hebben we de race 2. Is een tijdrit. Greater London Flat. Dus dat is ook vlak. Dan krijg je de Two Bridges Loop. Dat is eigenlijk, dat is wel afsprinten. En iedere keer die sprint die we net hebben gedaan, zit daar iedere keer in. Dus het is vlak, maar... Een puncheur zou ook kunnen winnen, want ja, je gaat de helft van de helicom op. Dus ja, of het echt voor sprinters is, ik weet het niet. De kans dat er met een groepje wordt afgesprint is natuurlijk wel groot. Dan krijgen we sprinters playground. Dat is natuurlijk echt gewoon 1,5 sprinten. Dat is zelfs vier keer sprinten, of 3 keer. Watopia's Waste Band is weer een team time trial. En dan hebben we de koninginnenrit in Richmond met Cobbled Climbs. Dus daar zitten gewoon 2 serieuze puisten in. Met Libby Hill Com en 23rd Street. Dus ja... Hoeveel is het voor sprinters, vraag ik me dan af. Ja, inderdaad, met de eerste heb ik alleen de sprint als playground. Ja, ik ben totaal geen sprinter. Dat wordt niet mijn titel. Nee. Nee. Ik moet wel zeggen, het is wel iets meer sprinters georiënteerd als dit seizoen, denk ik. Dat wel. Maar aan de andere kant... Als je bijvoorbeeld die eerste race, dat je gelijk uit vertrek gewoon een petit com op moet.
met een paar kilometer, als daar de niet-sprinters, de klimmers, knijtertje hard doortrekken, zie daar maar een keer als sprinter weer bij te komen. Ja, dat klopt. Het is een stukje tactiek. Ja. Dus de kans is heel groot dat daar gewoon een niet-sprinter in een klein clubje kan afsprinten. Nou ja, die tweede race is al gelijk een tijdrit. Ik bedoel, 1/3 is tijdrit. Nou, voor sprinters of niet, dan moet iedereen gewoon zoveel pijn in die benen hebben dat je gewoon jankend om je moeder begint te roepen. En de rest is misschien wel vlak, maar ja, afgezonderd van de laatste rit natuurlijk. Dat is echt wel een ding voor puncheurs slash klimmers. Maar ik denk dat het minder voor sprinters is dan dat we vooraf denken. Ja, als je zo analyseert, helemaal iets. En wat ben jij, een klimmer? Ik vind klimmen wel heel leuk en nu ik lichter word is dat ook steeds, dat ik steeds beter kan. Maar ik denk dat ik meer een rouleur ben. Iemand die van alles wat kan en mezelf gewoon enorm veel pijn kan doen. Dus zet mij tegen een pure sprinter, dan zal ik het afleggen. Zet mij tegen een pure klimmer en ik zal het afleggen. En zet mij weg tegen een pure puncheur, dan zou je ook mij weg kunnen strepen. Maar op karakter kan ik wel veel. Allah. Om nummer 181 eer aan te doen. Pijn is tijdelijk. Misschien duurt het een minuut, een uur, een dag, een week. Of misschien zelfs een jaar. Maar uiteindelijk wordt het vervangen door iets anders. Stoppen is voor altijd. Uitspraak van Lance Armstrong die in 1999 de eerste Tour won met nummer 181. Vandaar. Alleen toch niet zo'n strong bandje, hè? Heb ik toen wel gedragen. Maar hoe als we het toch over symboliek hebben, hij ging kapot op het moment dat Armstrong bekende. Ik zag daar van de week iets over in staan met die regels van de Velominati. Ja, klopt. Ja, nou goed, ik scheer mijn benen ook meer niet dan wel. Dus wat dat betreft ben ik ook niet de 1-op-1 uitvoerder van die regels. Maar ik vind het wel grappig om dan als iemand zit te klagen over zijn gezin of zo. Of om toch nog heel even te benoemen. Dat is echt wel tijden geleden dat ik voor het laatst zo'n lange route heb gedaan, zeg. Ik moet langer dan 2 uur op Zwift gezeten. Ja, ik wel. Mijn langste afstand tot nu toe op Zwift is 218 kilometer.
sorry, ik was even aan het eten. Maar hoe lang is de Everesting in totaal voor de kennis? Volgens mij iets van 208. Maar ja, dan ga ik natuurlijk nog afdalen en dan... Ik ga die negende beklimming sowieso afmaken, want op 8,5 stoppen vind ik ook niks. Dus die 218, daar ga ik wel overheen. Dan hoop ik ook dat ik lekker veel wieltjes krijg, of lekker veel Meilenstein wielen. Allemaal 1000 XP naar binnen harken. Maar uiteindelijk, de uren, 12 uur op een fiets zitten, dat heb ik nog nooit gedaan. De langste tijd dat ik op een zadel heb gezeten is 10 uur. En dat was in 2019 of 2020 bij de Endless Summer Ride, waar ik 263,5 kilometer heb gefietst. Dat was ook wel een epische route trouwens. Ik zie opeens 4 kijkers. Er zijn allemaal mensen aan het lurken. Ik weet niet of jullie ook naar de stream kijken, maar... Ja, nee, altijd. Ik weet het. Je mag ook gewoon stil zijn en gewoon van ons genieten. Maar er zijn nog meer viewers. Ik weet niet. Altijd leuk. Ik zie ook geen bekende namen ertussen staan. Ik verwacht op 12 november ook al wat nieuws, toch? Ja, dat denk ik ook wel. Ik moet even een goede titel bedenken. En Piet zal me ook helpen met wat marketing. Dus... En wat ik van Edwin niet mag zeggen, maar wat ik nu stiekem wel doe, want er kijken toch niet zoveel mensen. Is dat als je een groot doel hebt, dat je ook sponsoring kan vragen bij Beat op onder artikel 4. Je hoeft het niet voor een appel en ei renner zijn. Dus voor de uitdaging ben ik voor op de dag zelf gesponsord door Morten. Of met Morten. Je zal wat bij eten, denk ik ook, of zo'n bal. Nee, wat? Ja. Even wachten hoor. Ik ga deze even weer als een VO2 max effort zien. Ik ga zo meteen even gas geven. Oké, ik blijf even in het blauw, dus... Ja, nee, is goed. Ik wacht boven gewoon. Ik zit te veel in het grijs nu, dus ik moet even die benen weer op spanning zetten. Yeah.
Boven. Bijna een minuut. Op zo'n klein stukje. Wauw. Hoi. Ik heb hem gewoon 5 seconden sneller, bijna 4,7 seconden sneller gedaan dan in de race. Wow, dat is veel, want in de race ga je ook nog samen, toch? Ja, klopt. Ja, ik heb blijkbaar toch nog iets vermoeid van die trainingen van het weekend ervoor of zo. Nou ja, wel, gisteren heb ik ook gewoon een training van 4 uur afgewerkt, dus wat dat betreft. Of het was het veertje. Kan. Wat had het veertje nog? Wat gek dat ik aan het softpellen ben en het gat blijft gewoon even groot. Ja, wij zijn nog met de klim. Oh, zijn je nog met de klim bezig? Oh. Nee. Oh. Oh ja, nu wordt het echt significant kleiner inderdaad. Kijken jullie trouwens nog de tijd van mijn leven op NPO 1 met Join, met Jim? Ja, god, goeie niet. Dat was echt wel, dat is echt heel leuk. Tenminste, ik vind het heel leuk. Ik moet aflevering 3 nog kijken. Oh ja. Nou, ik kan je zeggen, de cliffhanger voor volgende week is heel spannend. Ik vond het wel grappig dat, hoe heet zij? Chantilla? Zij moest in één keer voor een aantal weken naar het buitenland voor werk. Ja. Leuk expeditie Robinson zijn. En oh ja. Al, een aardige break in je training. Hoi, ja. Dat wordt natuurlijk om dezelfde tijd opgenomen, daar heb je helemaal gelijk in. En dat kan je natuurlijk met die opnames niet zeggen. Nee. Ja, of misschien eentje van de productie of zo, dat ze dat... Oh, shit. Ik lig te veel te slapen. Nee, nou, ja. Jij haalt ons wel weer in, Edor. Ja, tuurlijk. Ik zat me te bedenken, die 4,7 seconden kan in ieder geval niet aan de fiets liggen. Want ik zit op dezelfde fiets en dezelfde bandencombinatie als... Als voor, nee, volgens mij heb ik een iets meer klimfiets. Want het is te goed, het is te goed. Ja, het geheim. Ja, de tijd ben ik sowieso tevreden mee, dat zeker. In ronde 2 moet jij die tijd richten met die hoed doen, Piet. Maar echt heel scherp trouwens van die expeditie Rommelstom, daar had ik niet eens aan gedacht. Ik denk, kutje, doe eens even normaal. Hoe kun je nou dat bedenken? Ja. Helemaal niet een expeditie, want dat kijk ik ook. Vind ik ook een tof programma. Het overlapt de opnames. Ja. Ja, eerst kon ik altijd op Videoland kijken. Maar dat kan nou ook niet meer. Dus ik moet het gewoon live kijken. Nou, op zich wel knap dat je dan na zo'n expeditie Robinson. Ja. Dat kan je ook kunt pakken.
Maar ik zie ook niet dat ze heel erg afgevallen was in de beelden met zeg maar de voor en de na. Maar de weging was ze zelfs aangekomen. Ja. Ja, het kan zijn dat je, je ziet bijvoorbeeld epigenetisch, zie je dat als mensen langere tijd met voedseltekort zitten en ze gaan dan eten, gaat je lichaam denken van, oh shit, ik krijg nu opeens suikers. Laat ik het als een gek opslaan, want misschien kom ik wel weer in stress. Dus dat kan het zijn. Hey, e-racing, Farsana, thank you for the follow. Zeg het eens, sorry. Ja, ja, dat kan wel gelijk in. Ja. Dat is, dat zie je bijvoorbeeld heel sterk bij de hongerwintergeneratie. Die mensen hebben gewoon een grotere aanleg om dik te worden. Ja. Omdat ze toen in zulke stress hebben geleefd van geen eten kunnen krijgen. Dat, ja. Ja, dat dus. Dat zal na de Virtual Everesting zou dat ook wel wat worden hoor. Dat ik opeens minder ga fietsen. Of minder ga verplicht ga fietsen. Dat ik dan inderdaad ook niet als een malle alle suikers naar binnen moet tikken die ik maar voor ogen krijg. Want ik moet wel zeggen dat ik wel blij ben met het gewicht en de lichaamsvormen die ik nu heb. Dus... Het zwemmen zijn die niet. Ja, Altijka, dat is inderdaad een goede opmerking, maar met de familie doen we niet zoveel aan kerst. Dat is gewoon voor onze normale periode. Nou, ik heb geen kinderen, dus ik hoef ook niet aan Sinterklaas te doen. Dus over het algemeen kom ik hier wel redelijk door. En dan aan het eind van het jaar doe ik ook altijd mee aan de RAFA 500 Challenge. Dus... uiteindelijk gaat het ook gewoon weer een sportieve maand zijn. Nou, 20 november ben ik jarig. Maar op die dag hebben we ook gewoon een beat WTRL. Dus dan gaan we de Zwift Racing League weer voorbereiden. Dus dan zit ik ook weer op de fiets. En dan komen we weer bij de Live Slow Ride Fast opening. Was het Joop niet die zei de fiets en verder niet. Nou, wij gaan verder. Niet alleen op de fiets, maar ook naast de fiets. Sowieso. En dan wel, we hebben het wel over helecake, een helecake, hè, Altijka. En dan zo'n lekkere gemarmerde met chocolade doorheen, dus ook lekker. En met noten en appel. Sowieso, minimum. Nou, ik moet wel zeggen dat ik het ook wel lekker vind om gewoon een beetje type vuilnisbak te zijn. Je kan gewoon alles erin gooien en je komt geen gram aan. Dan had ik toen niet zo oud als jij. Nou, zonder sporten. Ja, nou moet ik wel zeggen, ik heb een te traag werkende schildklier, dus ik moet wel echt oppassen. Als ik inderdaad echt te veel eet en even te weinig beweeg, dan kan het bij mij echt supersnel gaan dat het er weer bij komt. Dus dat moet ik wel, dat moet ik wel in de acht nemen. Iedereen zijn afwegingen. Hoe zitten jullie eigenlijk in de koffie? Tegen hoor je even. Wat zei je? Heb je het nu tegen ons of? Ja, ja, zeker, zeker. Een bakje koffie zou ik wel rusten. Dus als jij gaat halen. Nou, op zich, Almelo Zwolle is op zich wat te fietsen. Ja, ik heb het zo een paar keer naar het werk fietsen. Ja. Ja, nou moet ik.
Dan moet ik wel zeggen dat het niet een heel inspirerende route is als je gewoon in graden oost vanuit Zwolle naar Almelo toe fietst. Nee, het rottigste stuk is van Lebelenvoud terug naar Zwolle, met de wind tegen. Ja. Langs het Almeloos kanaal. Oh. Dan moet je niet echt goed. En dan na werkt dat. Dus morgens de hele dag op kantoor zitten. Ja. Beetje tegen terug, dus niet echt. Nee, klopt. Nee, wat ik ook altijd. Als ik dan in het weekend naar mijn vriendin, of mijn toenmalige vriendin inmiddels toe fiets. Dan moet ik inderdaad ook vanuit Almelo langs het kanaal, zeg maar, richting Frieseveen enzovoort, naar Zuidwolde toe. Dat is ook zo'n pleurig stuk als je daar de wind tegen hebt. Dat is ook zo'n stuk waar je gewoon meer aan het beuken bent dan. En wat ik vaak trouwens ook had, was zijwind. Dus dan was het gewoon het WK zijwind hangen, was het dan. Nou, dan is het net niet net wel, zeg maar. Ja. Het is heel interessant. Ja. Ja. Ja, en op mijn gravelbike heb ik 42 mm hoge velgen. Dus dat is ook een beetje het type dat je ook nog, dat het ook een half zeil is, zeg maar. Ja. Maar ik heb van die scopewielen. Ja. Van 5 mm is dat. Ja. Volg mij erg mee, hoor. Ja. Dat die doen wel goed op de wind, zeg maar. Want hoeveel millimeter zijn ze, zei je? Centimeter, wat is dat? 5 centimeter, geloof ik. En 50 millimeter, weet ik. De rekening. Ja. Oh. Dat is nog best wel hoog, inderdaad. Ja. Dat is de R5. R5D. Ja. Oké. Okay. Ja, dat zegt me dan niet heel veel, maar. Ja, 50 millimeter. Ik vind die 42 tot 44 mm vind ik eigenlijk wel perfect. Ja. Ja, klopt. Inderdaad, bij alle omstandigheden wel. Ik heb op de 5-fiets 808. Dat voel je wel. Oh ja. Die kun je in een game ook rijden, inderdaad, de 808. Ja, klopt. Maar mooie wielen trouwens ook. Klopt ook. Daarom heb je ze waarschijnlijk ook gekocht, of zaten ze bij de fiets? Die heb ik los gekocht, ja, klopt. Oh ja. Ja, nee, daar heb ik ook nog een tijdje naar gekeken. En ook wel de Firecrest 303. Maar dat kwam wel in een prijsrange wat ik op dat moment niet wilde betalen. Dus ik denk, nou, laat maar zitten. Nou. Ja, je hebt eigenlijk op zo'n Black Friday deal of zo. Ja. Ja. Ja, dat moet je wel goed kijken wat de prijs ervoor was en de prijs erna, zeg maar. Want soms is bij Black Friday alles of even duur, of zelfs nog duurder. Ja. Hetzelfde als bij de Mediamarkt met 21% weg ermee. Ja. Daar wordt wel ergens weer gefieselefoost dat weer erbij komt, zeg maar. Ja. De man had gewacht een dag voordat die actie er was, ging de prijs in één keer omhoog. Ja, lekker. Ja, ik moet zeggen, ik zou nog wel een keer een fast forward wielset willen hebben. Maar ja, dat is ook weer €1400 of €1200. Dus want ik vind het gewoon niet ideaal om mijn gravelwielen, om daar inderdaad iedere keer de band af te halen en om daar dan een GP5000 op te leggen. Want dat zijn super fijne banden. Maar wat een hel om ze op de velg te krijgen, zeg. Non de ju. Ja, die heb ik ook. Hele fijne bandjes, ja. Ik rijd echt. Tubeless dan, of? Nee, niet tubeless, gewoon met binnenband. Oké. Okay. Oh, aanraden, hoor. Tubeless. Ja. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel weer een ding. Kijk, als ik 3, 4, 5 keer mijn banden moet wisselen, ga ik niet allemaal tubeless doen. A, dat is super duur en B, dat is heel veel werk.
Maar ja, als ik een wielset heb voor mijn wegbanden en ik heb een wielset voor mijn voor mijn gravelritjes, ja, dan kan het zich lonen om dan gewoon daar tubeless te maken. Ik heb ook die schroefwielen dan die continentals, tubeless. Oké. Okay. Winter van die. Die heb ik dan op mijn originele vel gezet waar die wegfiets staat. Uh-huh. In de winter durf ik het toch niet helemaal met tubeless. Oké. Okay. Ik heb toch zoiets van ja. Ik weet niet, ik denk dat ik voornamelijk binnen fiets hoor, maar. Ja. Ja. Ja, en rij je dan tubeless totdat je lek rijdt? Of ben je gewoon. Als hij dan lek is, dan leg je er even een bandje in, maar als je thuis komt, dan. Nou ja, hij wordt gedicht hè, door de sealant. Ja. Ik heb dit jaar één keer lek gereden. En dan kwam ik thuis maar achter. Dat ik allemaal witte spikkels op de frame had. Ja. Ik dacht, lek. Nou ja. Daarna gewoon weer pompen. Ja. Je moet elke rit even terugpompen. Maar je kunt met lagere bar. Ik ben met 5 bar. Uh-huh. 5 bar achter, 4,5 voor. Ideaal joh. Ja. Ja, dus. Nou ja, ik rijd dan met mijn gravelbike natuurlijk iets minder, want dan heb ik 45 mm banden erop. Maar. Ja, dat is wel chill inderdaad. En op de weg rijd ik ook met 30 mm. Dus dat is inderdaad ook. Dat is dan op dat moment al. 4,5 bar. Ja. Maar zeg, dat rijdt echt wel lekkerder hoor. Ja. Maar goed, je moet volgens mij één keer in het half jaar de sealant wel vervangen. Ja. Of wordt het een keer nog net. Iets verliest het zijn functie, zeg maar. Ja. Dus ja. Ja, dan is het wel weer even naar de smeren, natuurlijk. Ja. Want het gaat nooit zo plekkeloos als in de YouTube-filmpjes. Nee, dat is wel een dingetje, inderdaad. Ja, want Jim die zegt ook zo van ja, ik rijd tubeless totdat ik lek rijd en dan doe ik er gewoon een binnenbandje in en dan vind ik het wel best. Ja, maar ja, ik snap het niet helemaal, want volgens mij moet je zien het dan weer dichter. Ja. Nou ja, ik denk dat het ook wel te maken heeft dat die banden natuurlijk op veel meer spanning staan. En als jij een klein gaatje hebt en het melk spuit eruit. Die krijgt helemaal geen tijd om te hechten. Nee, oké, maar dan heb je hem op een hogere bar. Ja. Ja. Dat is een beetje alsof je. Of je een ader kapot maakt of een slagader. Die slagader, dat gaat met veel te veel kracht. Die krijgt zichzelf niet dicht. Maar als je een aardappelongeluk raakt, dan kan het op zich nog wel hechten. En kan het nog wel beter worden. Dat het zichzelf ook wel stolt. Ik denk dat je het met daarmee moet vergelijken. Al hoop ik dat je nooit zo'n bloeding krijgt natuurlijk, maar toch. Nee, maar stel dat je tubeless rijdt op 7 bar. Je rijdt, ja. rijdt lek. En de sealant die dicht het niet gelijk. Maar je zakt terug naar 5 bar. Ja. Dan kan jij niet. Dat denk ik met jouw gewicht. Kan jij nog prima doorrijden hoor. Zeker. Maar ik denk als jij een tubeless band op 7 bar zet, dan mis jij volgens mij de essentie van tubeless. Ja, ja. Ja, ja, dat denk ik ook. Of je moet 120 of 130 kilo wegen misschien, maar. Ja, dat denk ik ook, ja. Ik denk dat de gemiddelde fietser niet zo zwaar weegt. Nee. De gemiddelde echte fietser. Je hebt natuurlijk ook mensen die een racefiets hebben. En die denken, och, dat is de trend, daar rijdt Wout van Aert ook mee bewijzen van, dat wil ik ook. Maar wij maken keuzes omdat wij gewoon fietsers zijn. Ja.
Tenminste, ik ga er even vanuit dat jij een echte fietser bent. Zo voel ik me wel, zeg maar. Maar, ja, een paar keer per week. Het is niet elke dag gaan fietsen. Een paar keer per week is altijd meer dan de Weekend Warrior. Nou, dat... Ik wel sowieso door de week één keer. Ja. Nou ja, nu op Zwift wat vaker. Ik werk 2 dagen in de week thuis. Dan ga ik lekker voor het werk aan. Ja. Ik zit alles even 's morgens op de fiets. Ja, doe ik even een workout. Heerlijk begin van de dag, hoor. Zeker. Ja, ik ben normaal gesproken werk altijd van 9 tot 5. Maar als ik dan om 7 uur kan beginnen, ben ik om 3 uur vrij. En dan kan ik ook nog een lange duurrit doen, zeg maar. Zonder dat ik de hele avond naar de Filistijnen help. Ja. Nog even reagerend op Otaika. Als je vreedbuien krijgt, dan gaat er iets niet goed. Dan zijn je porties niet. Dan zijn ze niet. Dan hebben ze te weinig evenwicht. Want als je in principe goed eet, ondanks dat je misschien iets minder eet, dan moet je niet van die cravings krijgen. Zeg ik even als koude grond diëtist, zeg maar. Want je lichaam gaat pas schreeuwen om extra voedingsstof als je echt tekort hebt. Daarom moet je ook altijd eten en drinken voordat je honger en dorst krijgt. Nee, maar even weer terug naar het fietsen. Koffie is natuurlijk daar onontsmakelijk mee verbonden. En ik heb dan zo'n pistonmachine. En ik heb nu net allemaal spul gekocht om mijn extractie te verbeteren. Dus vandaar dat ik erover begon. Ik heb een filtermachine ook gekocht en van de ouderwetse manier. Ja. Dus dat is echt wel... Ik merk wel dat de koffie... Nu ik zeg maar die pistoolmachine heb, dat de koffie bij anderen minder snel lekker is dan daarvoor. Ja, maar dat moet je niet zeggen natuurlijk. Nou ja, ik ben altijd wel heel eerlijk, dus ik zeg altijd wel dat ik het lekker vind, maar. Of er een uitnodiging voor anderen om bij jou koffie te komen drinken. Iedereen is bij mij welkom om koffie te komen drinken, zeker weten. Ik maak met liefde de koffie. Stukje fly erbij. Nou ja, in Almelo heb je dan geen fly, maar... Ik kan heel goed brownies maken, dan maak ik er wel brownies bij. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die zei van, gadverdamme brownies. En meestal doe ik dan altijd een beetje slagroom bij en als je nu op de fiets of met de auto bent, kun je er ook nog een Pedro Jimenez bij krijgen. Met een beetje ijs. Moet wel een beetje begonnen zijn natuurlijk, hè? Ja, dat klinkt als een reclame dit, Ben. Ja, ik ga ook hier niet mijn adres zeggen, want straks heb ik hier hordes met mensen die willen komen koffie drinken. Nee, maar ik heb... Een WDT gekocht, een Wise Distribution Tool, waardoor ik dus gelijkmatige distributie en minder channeling zou moeten krijgen, waardoor je de extractie verbetert. En ik ben ook op zoek naar een andere grinder,
Want die in de barista touch, die is oké. Maar ik denk dat ik daar meer uit kan halen. En heb je ook nog eens bijzondere bonen? Voorkeur voor koffiebonen? Nou, ik moet zeggen, ik heb voor nu voornamelijk de medium roast gehad en die vind ik wel heel erg lekker. Maar ik heb ook nog nooit een light roast gedronken, dus wat dat betreft. Zijn jullie al boven? Bijna, we zitten al in de sneeuw. Ja, ik ook. Maar we kunnen boven leven op je wachten hoor, dat is geen enkel probleem. Dan dalen we weer met z'n drietjes af. Ja, maar als jullie afkoelen, dan gaan we door hoor. Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat je ziek wordt. Ah, na de top ga ik ook weer iets matiger met snelheid. Maar ik wil gewoon nog heel even een tempo blokje wil ik erdoor doorjassen. Maar het verschil is slechts 600 meter, dus dat valt wel mee hoor. Ja. Ja, ik doe het rustig aan. Gewoon doen. Namelijk in blauw. 2,5, 2,7. Pieter Sunday is een combinatie tussen voornamelijk een social ride. En als mensen heel veel gas willen geven, dat kan. Maar dat er daarna wel weer op elkaar gewacht wordt. Dat was de intentie toen ik deze serie bedacht. Ja. En aangezien ik de ride-leader ben, vind ik dat ik aan mijn eigen opdracht moet houden. Ja, trek dan maar even straks een jasje aan, als je boven bent. Ik heb nog wel een giletje hier liggen. Oh, we zijn al weer 2 uurtjes aan het fietsen. George heeft gewoon de Zwiftcom jersey. Netjes hoor. Ja, vanaf de andere kant of zo. Geen idee, maar er is niemand sneller dan jij die op dit moment de parcours rijdt. Dus. Het is alleen jammer dat je dat shirtje nu niet krijgt. Ja, ik wou net zeggen, ik heb gewoon het Wahoo shirt. Ja. Ja, je krijgt het alleen voor je naam nu. Niet zo'n mooi shirt, dus. Oh, ik ben juist fan van de bollen. Gisteren had ik tijdens de 4 uur duurstraining had ik een groene trui. Dat ik denk, nou, dat trekt ook niemand door.
En we hebben gewoon nu al 1220 hoogtemeters gedaan, hè. Hoe werkt die, die graphic rechtsbovenin? Het kaartje snap ik, maar ik zie nu dat bergje. Dan zie ik ergens zo'n blauw-wit geblokte dingetje. Dat is, dat is in ieder geval, ja, dat is een goede vraag. Dat is de klim en dat gele dingetje, dat ben ik en Joyce zit er voor mij in. En dan dat blauwe dingetje, dat ben jij. En die blauwe, dat blauwe vlaggetje wat eronder staat, dat is de finish van die kom. En dat rode ding aan de rechterkant. Je bedoelt met 9% erin? Of met... Want ik zie namelijk geen rood dingetje. Kijk hoor. Of bedoel je dat rood-wit geblokte, gebold truitje van Joyce? Nee, ik zie, ik zit namelijk naar een stream te kijken, dat zie ik er niet. Huh. Dat, die zit voor mij aan de rechterkant, zeg maar. Dat is een beetje een rondje. Met een mooie stoep in de midden. En een rode ramp. Nou, verder is die weg. Geen idee. Ik weet niet wat je, precies wat je bedoelt, helaas. Nee, dat kan ik niet laten zien. Nee, dat is het probleem. Ik kan je wel volgen, maar dan zie ik niet precies wat jij ziet, zeg maar. Nee. Natuurlijk nog een keer op. Als maak ik even een printscreen en dan stuur je via de app van de C even naar me toe. Joyce, is dat de blauwe bollen? Eens even kijken. Ja, dubbel. Lekker hoor. Ik doe even een giletje aan. Want wij wachten bovenop je. Althans, ik wacht in ieder geval bovenop je. Ga je ook door hoor. We zien hier 5 minuten. Oh. Ik denk dat je er sneller bent dan dat je zelf denkt hoor. Het is maar 1,1 kilometer. Ja. Yeah.
De stream kijkt nu ook met jou mee, dus... Ja. Dan weet je al wanneer de kit uitkomt. Weet je wanneer wat? De nieuwe kit uitkomt. Dat zal met het. Je bedoelt gewoon zeg maar het wegshirtje dat je buiten kan dragen, bedoel je? Ja, precies. Ja, die zal ergens in januari komen, denk ik. Ik zit zelf niet in de commissie. Dus. Ik ben echt alleen de man die zondagochtend alles regelt en doet. En dat is echt van Piet HQ, zoals ik ze altijd noem. Dat nieuwe shirtje. Ik heb mezelf gewoon in een positie gewrongen dat ik mezelf heel belangrijk heb gemaakt. Ah, de nieuwe shirt komt... Dan is het ook ergens weg, beschikbaar, uiteindelijk. Nou, een shirtje op Zwift krijgen schijnt heel moeilijk te zijn. Dus ik denk dat die op Zwift niet zo heel snel aangepast gaat worden. En ik hoop eigenlijk een beetje dat zeg maar de kleuren ook een beetje gelijk blijven. Ja, want ik heb zo'n beetje mijn hele kast heb ik al vol met beatspullen liggen. Dus ik zit ook niet te wachten op een hele nieuwe set kleren. Ah, je bent er al bijna, Henry. Ik denk dat bolletje wat ik doe, dat ik dat zelf ben. Dat zou ook maar zo eens kunnen. Ja. Zo'n bolletje met zo'n pijltje erin of zo bedoel je? Dat is heel klein, man. Ja, ik denk dat je... Een bolletje met rode rand. Ja, ik zie nu wat je bedoelt inderdaad. Ja, dat ben je zelf. Klopt. Kijk, je bent er al bijna. Wij hebben nog... Ik kan het zo meteen voor je checken hoeveel kilometer nog. Wij hebben nog 18,3 kilometer te gaan en veelal is het afdalen. Ik weet niet precies wat we nog moeten, maar het zal niet zo... XP-punten liggen er op termijn te wachten dan aan het eind. Als je deze route nog nooit hebt gedaan, is het 73 keer 20. Dus ik kan het wel even. Ja, maar zo'n krijg je ook extra. Ja, dan krijg je 1460 XP extra. Oh, dan ga ik door. ik heb niet die kleren bultjes gereden. Nee. Nou, nu afhaak. Ja, twee keer Epicom, twee keer Helicom, twee keer de sprint. Alles twee keer in ieder geval, dat weet ik wel. Opa is er, jongens. Ja. Meestal is het opa verteld, maar in dit geval opa is er weer. Bedankt voor het wachten. Ja, nee, geen enkel probleem. Geen enkel probleem. Ik zei toch, het is een social ride waar mensen als ze even door willen rijden dat ook mogen doen. Dus wat dat betreft. Ja, echt serieus. Krijg ik nu een veertje, heb ik er helemaal niks meer aan. Lekker is dat. Uiteraard, etiketten is inderdaad hier gewoon op elkaar wachten, inderdaad. In een race wacht je niet op elkaar, maar op een social ride zeker weten.
Ja. Ik merk wel dat mijn benen langzamerhand wel weer een beetje moe geraken. Ja, misschien heb ik me niet aan die twee blokken met bursten en tempo gehouden, maar die VO2 max op bepaalde momenten, die hakken er ook zwaar in hoor. Fooi. Dat is dat kleine gebeurd, AC. Nog één keer? Ik dacht dat het klimmen gebeurd was. Zit ik weer op 70%. Ja, die uitlopers was ik even vergeten. Aha. Nou, Altaika, het is wel zo dat bij de gravel races, bijvoorbeeld, hoe heet die grote, Unbound, daar wordt gewoon op elkaar gewacht. Grotendeels. Ja, als je pech hebt, dan heb je pech. Maar bij de stationary food stations, daar wordt wel enigszins op elkaar gewacht. Dus wat dat betreft. Kan je wel zeggen, dat giletje dat werkt wel goed. Kan er wind tegenhouden. Ja, ik heb wel ventilator op afstandsbediening. Dat is echt chill. Ja, ik heb gewoon een 50 centimeter grote ventilator. Die zet ik gewoon op maximaal en dan rammen. Nou moet ik wel zeggen, ik richt hem bewust op mijn borst en niet op mijn gezicht. Want dan heb ik binnen de kortste keren keelpijn en... geen stem meer, dus dat is niet handig. Ah, dat is een mooi giletje hoor. Zeker weten. Dat is van de zomercollectie. En die armkoelers en beenkoelers is ook best wel een gekke gewaarwording. Als het dan warm is, die trekt die aan, dan worden je armen gewoon koel. Ondanks dat je die normaal gesproken warmers aan hebt. Jezus Christus. Nu zit ik op een gat. Dankjewel. Jij ook tot de volgende keer. En heb een fijne zondag.
Zometeen hebben we weer een stuk dat we lekker kunnen, kunnen supertukken. We hebben nu nog even een stukje vlak. Maar Joyce, je kan in ieder geval dinsdag voor het eerst je shirtje ophalen. Hopelijk succesvol. Van Beat. Ja, ik hoop het ook. Ja, ik had al meteen meegeschreven. Ik hoop het voor de steen. Ja, ik zag een tijdrit voor jou met een gemiddelde wattage van 4,0. Dus dat is wel echt pittig hoor. Ja, dat was ook wel pittig. Hij is al een ding, dus dan voor de rest ben ik toe hoor. Ja, ik zag wel inderdaad dat je op Zwift Power dat je inderdaad wel zeg maar net B bent. Ja, precies. Ah, dat was wat ik misschien beter van. Als ik met een betere mensen meedoe, dan gaat mijn niveau ook omhoog. Tuurlijk. In het begin zal het waarschijnlijk tot frustratie krijgen, maar op een gegeven moment, op een bepaald punt, dan word je vanzelf beter inderdaad. Toen ik mijn Zwift carrière ooit in 2019 begon, toen was ik een D, toen was ik echt boos dat ik C werd, want ik vond mezelf helemaal niet een C en zo. En uiteindelijk ben ik beter geworden en ben ik uiteindelijk in hetzelfde seizoen nog naar de B toe gegaan. Maar ja, dan gaat de zomer eroverheen en dan train je niet echt, maar dan fiets je meer. Ja, en dan word je dan weer C en dan begint het hele spelletje weer opnieuw. Ja, precies. Ik kom misschien nog een kilootje of twee kwijt en dan gaat die echt weer omhoog. Zeker. En ik weet niet hoe gestructureerd train je op dit moment of train je überhaupt? Ja, volgens eigenlijk maakt het schema, maar ik ga toch de join app wel Ja, ik moet zeggen, ik ga even join erbij pakken. Ik ben op 22,7 begonnen en ik ben nu 31,3. Door alleen maar gestructureerd te trainen. Ja, dat is echt heel mooi. Ja, ik liep ook nog hard voor het kort. Ik heb wel halve marathons en zo. Oh ja. Dus ja, dan, dat is niet ideaal voor het kort. Nee. Nee. Heb je 21 mei trouwens nog wat te doen? Want we gaan met een aantal beatrenners de Gran Fondo Rossa rijden. Dat is in de buurt van Arnhem. Ik draai je. Ex-collega's. Ja, met beatrenners. Dus dat is wel tof. En het peloton kan niet groot genoeg zijn. Afgelopen jaar hebben we met een stuk of 5 renners hebben we hem gedaan. Toen nog 120 kilometer. Maar dit jaar gaan we gewoon lekker de 80 cruisen omdat Peter Twicht meegaat. En die vond de 120 echt wel een beetje veel. Dus... Maar misschien dat er ook groepen zijn die de 120 rijden en de 160. Het zijn in ieder geval allemaal mooie routes. Ik vind het goed. Maak er een videootje van of zo. Ja, kan ook. Ik ken ook. En Arnhem is sowieso leuk om te trainen. Ik bedoel, het is natuurlijk geen Limburg qua beklimming en zo, maar
daar zitten wel een paar gevoelige puistjes in. Ja, mooie natuur. Ook. Het enige jammer is dat zeg maar, de hei nog niet in bloei staat, want dat is pas in augustus. En eind mei is wel echt vroeg. Maar ja, niet minder mooi natuurlijk. Nog 8,5 kilometer. Ik denk dat ik na die 8,5 kilometer toch nog even de Epic KOM nog één keer op ga. Gewoon om enigszins nog naar die 3,5 uur toe te gaan. Wat een held. Ja, anders voel ik me ook weer zo schuldig dat ik dan weer te weinig ga zitten trainen. Noem koud, noem kam. Nu of nooit. Ja, dat is waar. Dat red ik helaas niet in tijd, maar succes. Ja, voor dit soort uitdagingen moet je een beetje gek zijn. Op dit moment heb ik Adagio for Strength op mijn oren staan, dat is altijd goed. Van Chesto. Dan gooit de bus ook wel inderdaad muziekje op. Dat hielp ook echt bij de Virtual Everesting, dat je als je eenmaal in de trance raakt, dat je dan gewoon gaat beuken. En dat je het gewoon je tempo niet wil afgeven. En je hebt ook van die lijsten, hè, van op hartslag, ritme, muziek, op 150 bpm natuurlijk. Oh ja. Nee, ik heb de HTK boorsessie heb ik genomen en daar heb ik gewoon eigen liedjes aan toegevoegd. Wat rustig, wat sneller. Ik gebruik muziek vooral om in trance te geraken. Het is ook zo in de tijd dat ik toen nog RPM deed, een soort van spinning. Toen was dit altijd nummer 7. Nummer 7 was de laatste rit. Dat het zeg maar een soort van bergritje moest nabootsen. En het was nog één keer helemaal all out. Vond ik altijd zo lekker. Zwift komt jersey, je hebt er weer eentje bij hoor. Ja, blauwe bollen. Ja, en met die blauwe zit ook nog een geit op. Of is dat, nee, dat is van, nee, die geit is van de vent op. Daar zit een geit op. Oh, die vind ik wel leuk. Ja, dan moet je anderhalf uur afzien op de vent op. Wat een naar ding is dat zeg, non de ju.
wat is het ook weer, de Prodigy. Voodoo People. Dat is ook zo'n beuker van een liedje. Daar werd de VO2 Max altijd op gefietst. Dan had ik een hekel daaraan, zeg. Ik ben trouwens wel benieuwd als de route straks klaar is welke trui je dan te zien krijgt. Of de rode, of de gele, of de blauwe. Ja, ik hoop de blauwe. Ja, het gekke is, vroeger vonden ze de bolle trui allemaal lelijk in de Tour de France. En toen, op een gegeven moment heeft het een soort van cultstatus gekregen. En nu vinden sommige mensen die bolle trui toch mooi. Ja, als je niet hebt, dan ligt het wel wat, toch? Oh, de rode ben je weer kwijt. Oh, en dan mocht het sowieso het blauwe. Volgens mij heeft het ook gewoon echt met het deel van het parcours waar je op zit te maken. Ja, want ik had net opeens ook de groene ergens, halverwege. Oh! Kijk. Ik vind het wel goed dat ze inderdaad wel aparte klassementen maken tussen vrouwen en mannen. Anders zouden alleen maar mannen, ja. Over het algemeen alleen maar mannen die truien krijgen. Ja, is het wel leuk om altijd iets aan te krijgen, maar... Ja, soms heb je ook van die vrouwen maar 40 kilo wegen, ja, dan kan ik ook niet even opbergen. Ja, nee, daarom. Kijk, en als je als vrouw zijn sneller bent dan een man, dan heeft die man natuurlijk ook gewoon pech waarschijnlijk. Dus, ja, sommige mannen kunnen dat ook niet hebben of zo, als een vrouw harder fietst. Ja, heel eerlijk gezegd, maar kijk, dat heeft niks met een vrouw wel of niet te maken. Ik ben gewoon super fanatiek. Dus ik wil sowieso overal als eerste boven komen. En of het nou een vrouw of een man is, dat maakt me dan niks uit.
precies. Als ik... Ik heb ook 12 jaar getennist. En zei mijn opa, ja, maar wat nou als je dan een vriendinnetje hebt, wat doe je daar dan mee? Als je een wedstrijdje doet. Ik zei, ja, proberen te winnen natuurlijk. Buiten de baan, dan kunnen we getrouwd zijn, alles erop en eraan, niks aan de hand. Maar op de baan, dan wil ik gewoon winnen, punt. Dus, dat kenmerkt wel mijn drive om altijd te winnen. Ja, het is ook niet leuk om als vrouw te winnen als iemand je heeft laten winnen. Ja, dat, ook dat. Sterker nog, als ik vrouw zou zijn en ik zou na de relatie met een man hebben en die zou me laten winnen, zou ik ook super giftig worden. Zo van, ja, waar hou je dan vandaan dat je je inhoudt? Gewoon hup, doorslaan jij. Precies. Kijk, en misschien dat een vrouw het verliest op pure kracht. Omdat, ja, weet je, biologisch gezien zijn mannen meer gericht op de fysieke inspanning. Maar dat betekent niet dat je met vernuft niet kan winnen. Sterker nog, ik denk als je meer vernuft en meer koersinzicht of spelinzicht hebt, dat je dan grotere kans hebt om te winnen dan wanneer je alleen maar dom aan het houden bent. Ja, dat denk ik ook. En ja, natuurlijk, het spel dat blijft er altijd. Ja, en dan kun je als vrouw heel erg tegen vechten, maar dat heeft geen zin. Je moet ook gewoon erkennen dat er biologische verschillen zijn. Maar daarin moet ik wel zeggen dat je dat niet zomaar hoeft te accepteren. Of dat je dat als excuus gebruikt met, oh, mannen zijn niet goed in communicatie, dus we hoeven niet te communiceren. Nee, dan moet je gewoon harder je best doen. Winnen kun je op heel veel verschillende manieren. Dat is trouwens ook een evolutiebiologen grapje. Waarbij twee biologen op de savanne lopen. En waar ze opeens worden achtervolgd door een leeuw. En ze beginnen allebei weg te rennen. Waarop de ene evolutiebioloog naar beneden kijkt. En ziet dat de andere evolutiebioloog op hardloopschoenen loopt. En hij zegt... Waarom heb je hardloopschoenen aan? We worden allebei toch wel gepakt. Zegt die evolutiebioloog op die schoenen. Ja, dat klopt. Maar jij wordt eerder gepakt dan ik. En dat is ook survival of the fittest. Degene die het best is aangepast en het best weet om te gaan met de omstandigheden, die zou uiteindelijk net iets langer kunnen leven. En net even succesvoller zijn. Kom op, Henry. Je bent er bijna, jongen. Nog 1,4 kilometer. Ja, spijt. Ik maak er nu alleen, jongens. Ja, dat kan me wel voorstellen. We zijn toch al 2:41 onderweg. Ik moet opeens denken aan de race van afgelopen dinsdag, waarin ik hier ongeveer zei dat Florian zei van, ja, hoe staat het ermee? Ik zei, ja, ik ga afstoppen, want ik ben niet zo'n sprinter. En laten we zeggen, 5, 6, 700 meter later kom ik als eerste over de meet. In de sprint. Ja, dat was echt heel mooi. Ja, ik trapte toen ook wattages dat ik in tijden ook niet meer gedaan heb. Nou jongens, wel bedankt dat ik alleen was geweest, want ik niet zo ver doorgefietst, denk ik. Kijk, dat vind ik heel leuk om te horen. En wij hebben graag het topwerk voor je gedaan en op je gewacht. Ja, top. Ja, dat is zeer gewaardeerd. Uiteindelijk staat Beat hier voor, hè? Elkaar uit de comfortzone trekken.
Dus ook nog een beetje op met z'n drieën kunnen finishen. En nu ging jij hem aan, toch? Nu zitten. Yes. Hoppa. Complete. 1440 erbij. Hoppa. Lekker hoor. Nou, de rit van vorige week zat ik op level 18. Oh. En in de week zit ik bijna op level 19. Kijk. Ja, dat ga ik niet redden met level 47. Maar wel heel mooi ja, dat je zo snel... Meer, ja, dan moet je wel iets meer. 20.000 XP of zo. Dus... Dan moet je heel vaak de Alpen oprijden, dan lukt het wel. En dan allemaal wieltjes krijgen en zo, maar super blij voor dat je zo snel bent gegroeid. Want level 18, 19 is wel zo'n niveautje dat je wel dat je wel weer betere fietsen kan kopen, zeg maar. Ja. Op naar level 25, want dan heb je de beste, voor heel lang heb je dan de beste tijdritfiets. Oké. De Canyon Speedmax. Voor de vlakke ritten, zeg maar. Canyon is toch al mijn merk, dus dat is helemaal goed. Ja, nee, dat snap ik. Dat snap ik. Zeg, fijne zondag in ieder geval. Dat ja, even lekker een kommetje. Ik ga nog even door naar de kom, inderdaad. Ik zie dat Joyce helemaal geen trui heeft, ondanks dat ze de trui achter haar naam heeft staan. Ja, ik vind het wel fijn dat je nog even genoeg. Maar ik ben er ook zo van door. Succes, ja. Ilona. Geen enkel probleem. Ik dank voor jullie komst. En ik ga de stream ook afsluiten. En dan ga ik nog even in mijn eentje nog even naar boven poeven. En dan vind ik het ook wel best. Ik zeg fijne zondag en tot volgende week. Tot dinsdag. Fijne zondag. Yes, doei. Hoi hoi. Ja, ja. Kijken wat er wordt. Zo, de rit, de Beat the Sunday rit is done and dusted. I don't know if there are English speakers right now, so I will finish in English. The ride is done for now. I will ride the Epicom and the Radio Tower on my own, not on stream. I want to thank you all for coming, watching and reacting. Now I will show you the final screen. There's a QR code for the virtual Everesting. And you can scan with your phone the code and join our ride on November 12th at 7 o'clock CEST, Amsterdam time. So if you're in different time zone, if you log in, you see your own time zone time. It's for one time the Alpe d'Huez. And if you want to do more, you can do more. And if not, you can ride with us up the Alp, descend, have a shower, and have a nice Saturday, Sunday if you're in Australia. So for now, thank you for watching. I want to thank Henry and Joyce for coming and riding the bike with me during this ride. And for now, stay healthy, keep moving, stay healthy, and I'll see you next time. Bye bye.